zijn we weer met een nieuw bouwvideootje. Hij zit weer in elkaar. En ditmaal is het de Kada. Merk Kada. U heeft al gezien dat we al een keer een bouwprojectje gemaakt hebben met Seabricks en met Mondking. En nu komt een keertje de Kada aanbod. De Kada Buggy. Deze Kada Buggy die kost €67,35 en is gewoon te verkrijgen bij bol.com. Maar wat was dit een ontzettend leuk bouwprojectje. We gaan even de Kada Buggy van dichtbij bekijken. Eerst maar eens even kijken wat je er allemaal bij krijgt bij dit project. Nou ja, je ziet het daar al staan op de doos. Er zitten twee motoren in. Er zit een lichtset bij zelfs, jawel. En een accu. En ook krijg je een kastje om de buggy te besturen. Want jawel, deze werkt dus op radiografisch. En voor die prijs vind ik dat al een pluspunt, zullen we zeggen. Om deze buggy in elkaar te zetten, ben je ongeveer een 2,5 uur mee bezig. Ik heb hem in één avond afgebouwd. Rond een uur of 8 begonnen en rond 11:30 was hij klaar. Dus om te zeggen, 3,5 uur ben je ongeveer wel klaar met dit project. Mocht je rustig aan het doen, dan zou ik je niet aanraden om dit project in één keer te doen. Want hij is dus heel snel klaar. Ja, een beetje raar gezegd, maar maakt verder niet uit. Wat ik al zei, hij heeft dus 522 stukjes. Hij is voor 6 jaar en ouder. Hij heeft dus een radiografisch bedienbare kastje erbij. Je kunt hem dus laten rijden. En wat ik al zei, dit was echt een geweldig leuk klein bouwprojectje. Kada, daar gaan we maar even mee beginnen. Met het merk Kada. Terwijl ik de auto wel even wat kan laten rijden voor jullie. Kijk, hier doe ik even mijn kastje aan. En eventjes de accu doe ik aan. Ja, het is allemaal wel hetzelfde systeem als Mondking. Maar de Kada, ik was eerst een beetje sceptisch over deze, over dit merk, maar ik ben eigenlijk best wel verliefd geworden op Kada. Echt wel. Waarom ben ik er verliefd geworden? Het is gewoon simpel. Het is mooi. Het is klaar. Het is af. Ik zal hem eventjes voor jullie naar voren zetten. Het is af. Je krijgt er een doos bij. Je krijgt er verlichting bij. Zoals hier al. Hij kan rijden. Hij is vrij rap als hij rijdt. Echt best wel pittig dingetje is dit wel. Er zit ook vering op deze auto. Dat is deze kant. Ik zal hem even laten zien aan jullie. Kijk, er zit vering op de auto. Op de achterkant heeft hij ook vering zitten. En soms vragen mensen af, is het aparte vering? Ja, hij heeft aparte vering. Kijk, aparte vering heeft hij ook. Net zoals de McLaren van Technisch Lego. Heeft deze auto dat ook. Andere kant van de Kada. Motor bevindt zich hier al. En er bevindt zich een motor hier zo. En hier bevindt zich de accu. En ook heeft hij nog een kleine motortje zitten wat ook beweegt. Verder heeft deze geen beweegbare delen zoals deuren die op kunnen. Dus dat maken we allemaal vast. Dat is eigenlijk het enige wat je dus krijgt. Deurtjes kun je niet open. En de stuur is ook een beetje statistisch. Er wordt er gewoon ingezet. Heeft verder geen functie. Hoeft er geen functie te hebben, want je hebt namelijk dat de auto radiografisch kan rijden. Ik zal zo meteen buiten even wat foto's maken en even laten zien hoe die rijdt. Dat doe ik wel van buiten. Dan hebben we ook iets beter verlichting. Maar ik wilde eerst even jullie dit even meedelen. Voor de kinderen, voor de ouders die een cadeautje willen kopen voor de kinderen. Dit is echt een super leuk cadeautje. Leuk om te bouwen, maar ook zeer leuk om mee te spelen. Ik ga er natuurlijk niet zelf mee spelen. Ik ga hem weer bij mij in de kast zetten. Daar staat ook de rest van mijn bouwprojecten. En af en toe eens een keer eruit halen en even een stukje rijden. Hè. Iedereen is klein geweest, dus het blijft altijd voor de mannen onder ons toch wel een leuke bezigheid. Voor de heren ook, mocht je een keer een avondje vervelen, koop deze Kada. Dit is gewoon een ontzettende leuke buggy om te bouwen en om te rijden. We gaan nu even een paar fotootjes maken buiten en ik maak even een korte video hoe die rijdt. En dan wil ik u alvast bedanken weer voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje achter. Vergeet niet even om te liken en te sharen. Vergeet niet even om te abonneren. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe Deskam video. Hier op Deskam Zwolle. Ik
Moet even nog wel bijzetten trouwens, want normaal komen mijn deskenvideo's hier op maandag. Nu komt deze kader, omdat mijn deskenvideo's op zijn. Let even op, aan het einde van de week komt er een update van mezelf over hoe en wat over mijn kanaal. Dus check mijn kanaal eventjes. Ik denk dat die donderdag of vrijdag komt. Dan komt er even een korte update, want ik ga naar op vakantie. Voor nu, de groeten van ons en een dikke dag.